mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik dacht na 10 dagen van ik ga weer eens even kijken bij het pand van Cool 310. En de deur staat hier open. Maar het lijkt ook meteen wel of dat het enige is wat er gebeurd is. Want verder staat het er nog helemaal. En ze zijn er toch echt aan het slopen. Zal er aan de zijkant nog wat meer gebeurd zijn? Dat zal toch haast wel. Het lijkt me toch wel sterk dat dit het enige is wat er gebeurd is in 10 dagen. Ja, je kan wel weer naar binnen. Tenminste, als dat hek er niet voor gestaan had. Nou ja, veel verder kom je niet, denk ik. Er staat wel graffiti daar binnen, dus ja, er zijn wel gasten binnen geweest in ieder geval. Maar verder, weinig tot niks gebeurt hier. Tenminste, qua sloopwerk niet. Wat zou dit nou te betekenen hebben? Niet dat er wat te doen is, dat het vroeger in ieder geval wel te betekenen, maar ja, die tijd is geweest. Dus nu betekent het niks dat die deur open staat. Even aan de zijkant kijken dan maar. Oké, ze hebben hier de kraan op een berg zand neergezet. En ze hebben de deur van het oude café dicht gedaan. En in plaats daarvan hebben ze die andere daar open gedaan. Oké, hier staat dan een container, die stond de vorige keer even verder weg. En hier is het wat veranderd. Maar ook niet echt veel. Ik had gedacht dat die zijmuur inmiddels nog wel weg zou zijn. Het gaat niet erg snel. Zal er aan die achterzijde wel wat veranderd zijn? Het is net of er bijna niks gebeurd is. Hebben ze vakantie of zo? Bouwvak. Oké, het is wel een apart gezicht zo, die kraan. Maar meer dan dat is het ook niet. En het lijkt echt of ze daar nog net zo ver zijn. Toch maar even aan die andere kant gaan kijken. Oh, ze beginnen daar al te toeteren. Nou, dat zal allemaal wel. Oké, ze hebben de vorige video zeker gezien. Want het doorgangetje is dichtgemaakt. Weliswaar niet zo sterk, maar als je dicht. Dus ik laat het dit keer hierbij. Want het is altijd zo, ik ga niks forceren om op een terrein te komen. Maar de vorige keer was het in ieder geval mogelijk. Nu dus niet. Ja, op een of andere manier zal het wel mogelijk zijn. Maar ja, ik ga er niet te moeilijk voor doen. Wel even wat plassen. Maar verder nagenoeg geen veranderingen hier ook. Nou ja, dan gaan we maar weer naar de andere kant. Het is hier ook niet echt veranderd. Het is inderdaad net of er niks gebeurd is. Ook hier zit alles goed dicht. Alleen als je een beetje dun bent, dan zou je eronder door kunnen. Ik ga dat zelf in ieder geval niet proberen. Ik ken dat natuurlijk ook nog steeds niet met die arm en die schouder. En los daarvan zou ik er niet uitkomen te zien als ik eronder door ga. Want ja, het is behoorlijk wat bagger hier ook. Gaan we niet doen. We gaan gewoon die kant weer op. Maar ik dacht, ik ga hier ook nog even kijken. Je weet het tenslotte nooit meer, die hekken. Nou, ook hier heel weinig verandering. Zeg maar rustig, geen verandering. Ik weet niet wat de reden is. Misschien hebben ze vakantie. Maar ja, zo'n sloop kan je toch beter gewoon snel door laten gaan. Want ja, er kan van alles gebeuren in die tussentijd. Want ja, als je een beetje hier best doet, is je trein natuurlijk best toegankelijk. Nou, doe ik het natuurlijk alleen maar als er toevallig een toegang is. Of als er toevallig een hek open is, maar verder niet. Maar ja, er zijn er. Die doen er wel even meer voor. En die komen gewoon op het terrein. Dus, als ze vakantie hebben, zou het niet zo slim zijn. Denk het niet. Zal wel een andere reden hebben. Maar goed, er is weinig gebeurd. Ik ga zo meteen weer terug richting het subtropische Noordsgewoude. Ik ben er in ieder geval weer even geweest. Ik had gedacht meer verandering vast te leggen dit keer. Ik ga weer en ik ga zeggen tot de volgende.